omstreeks om 5:50 hoorden we een slag. We keken uit het raam daarboven, daar woon ik. En ik kijk naar links, ik zie niks. Ik kijk naar rechts en ik zie een auto staan met de voorzijwielen op het spoor. Heb ik mee mijn broek aangedaan, mijn badjas, ben naar buiten gelopen. Ik zie de man nog in de auto zitten en die wil achteruit demareren voor weg te gaan. Ik had dan de 112 gebeld omdat ik weet om 5:40 de trein komt. Dat was mijn belangrijkste ding, zeg, die trein moet stoppen. En ik kom buiten en ik kom aan de auto, ik zie die gast zitten. En in de verte zie ik de lichten van de trein aankomen. Die man gewoon bij zijn kraag gepakt, want die besefte niet voor naar uit te komen. Hebben die daar gewoon uitgesleurd. Ja.